heeft een engel lust? Ja. Kan een engel zich voortplanten? Ja. Kun je aanraken zit er nog tussen. Waar zit die? Kun je aanraken, die zit tussen... heb jij ook kinderen? Riks, nee. Hans, kun je aanraken? Ja. Heb je lief? Ja. En jij, heb jij ook een lief? Dit is Kees Roorda en hij is bennen in Ljouwert en opgroeit in Drachten. Maar nu werkt en werkt hij in Amsterdam. Nou, Oosterse pracht. Maar misschien kent Jo Roorda wel beter als Tim Waterman. Met Jan Alberts. Ja, ik ben het. Ik moet een beetje spreken. Oh, wat is er? Gaat het wel? Ik kom er zo aan. Nee, wacht, ik kom wel naar jou toe, ja? Nee, ik kom naar jou toe, goed? Tim... Roorda speelde namelijk in 1991 het blinde vriendje van Diane Alberts in de soap Goede tijden, slechte tijden. Speelt hij nu Hans? Ja. Ja. Perfect. Dat is hem. Dank je. Dank u wel. Ik hou van een fictieve wereld creëren op het podium die op dat moment bestaansrecht heeft. En meer bestaansrecht dan de werkelijkheid om me heen. Dus dat is iets wat ik... en in die wereld kan ik zelf bepalen, samen met de toeschouwers, waar we het over gaan hebben. En ben ik even een stuk minder eenzaam dan in de werkelijke wereld. Dus ik denk dat, ja, dat uiteindelijk eenzaamheid, zonder dat ik daar vreselijk onder lijd hoor, maar dat de eenzaamheid van het hebben van een eigen privémening en ja, bijna de noodzaak om te willen vertellen over hoe de wereld volgens jou in elkaar zit en wat belangrijk is en waar het om gaat, dat bij mij op een of andere manier zo in mij kolkt dat ik daar via theater daar een manier voor vind om daar met de toeschouwer over te praten. Kent u geen moppen? Jawel. Oh, nou dan, vertel maar dat zeker. Oh god. Nee, een mop. Wat is het frikandel in Zweeds? Een frikandel in het Zweeds? Ja. Ik weet het echt niet. Lullebraaien. Ja. Lullebraaien. Ja. Ja, een ijzersterke mop mag ik wel zeggen. Eén rode draad is dat altijd met, wat men zegt, compassie voor de personages, de mensen in mijn stukken gemaakt wordt. Dus, en dat is ook zo, ik hou ook van mijn personages. Ik hou van de karakters die in mijn stukken rondlopen. Je hebt theatermakers, denk ik, die met veel meer afstand naar hun personages kijken en ze bijna als stripfiguren neerzetten om er om te lachen. En ik kruip altijd in de huid van mijn personages, omdat ik aan het publiek wil inzichtelijk wil maken waarom ze tot bepaalde keuzes komen. En de emotionele... Ik wil dat het publiek de emotionele ontwikkeling van mijn personages kan volgen. In 2003 richtte Roorda het productiehuis The Glasshouse op. Daarmee maakte hij een verschaton vaststellings. Op dit stuit doet hij met het stuk Waterkou door het hele land. De haatron binnen voor Hans Dagelet en Rick Ledder, die trouwens ook Diane Alberts spelen in Goede tijden, slechte tijden. Met hem was ik echt gelukkig. Ja. En dat had stand gehouden, dat weet ik zeker. Ja. Hij zegt dat ik hou niet van toneel. In de zin dat hij het niet zo interessant vindt als je echt toneel gaat spelen, maar het is meer... ik denk dat hij iets meer richting iets filmischer wil. Een beetje cinematografisch spel, vindt hij het. En het is meer om wat hij echt, het idee wat hij in hoofd heeft. En dat moet echt ontstaan. Hij is uiteindelijk volgens mij wel in zijn hoofd, maar het moet echt ontstaan door improvisaties en door wat hij ziet gebeuren. Waterkou giet over een oude man en een jonge vrouw die elkaar op internet moertje en zich oors voordogen als dat ze in werkelijkheid binnen. Hier, Shanghai Ground, flight 642. Wat ik met die voorstelling wil vertellen is dat mensen soms een leugen nodig hebben om juist eerlijk te kunnen zijn. En die twee mensenlevens die min of meer getroffen zijn door ongeluk, ontmoeten elkaar op internet en kunnen ook iets voor elkaar betekenen op dat moment. in die fictieve wereld kunnen ze meer voor elkaar betekenen dan dat ze elkaar misschien in de café zouden tegenkomen, waar ze elkaar misschien nooit zouden hebben aangekeken of hebben aangesproken. In de vaststelling wordt gebruik maken van internet en dat maakt het er net makkelijker op. Omdat alles live is en live gemaakt wordt met internet, zijn we ontzettend afhankelijk ook van die internetverbinding en dat het scherp moet zijn en dat het leesbaar moet zijn. En ja, dat is wel een enorm gedoe vaak. Een van Roorda's favoriete vaststellingen is feestenstemmen. Hij maakte dat speciaal voor Oeral. Als ik niet professioneel was, dan had ik je eigenste handig om het leven gebracht. Dan had ik die tanden uit je bek getimmerd. Dan had ik met deze handen je ballen gesneden. Ik kan niet heel concreet aanwijzen, dit is nou precies de inspiratie van Drachten. Maar nou, ik denk dat om Drachten heen bijvoorbeeld het landschap, dat toch wel een rol speelt in mijn stukken. Het landschap om Drachten heen is namelijk prachtig en heeft ook een soort, ja, ik zou bijna zeggen mystieke waarde. Voor mij in ieder geval. Het heeft een soort stilte en een soort geladenheid die ik in ieder geval in de Randstad qua landschap niet meer tegenkom. Je broer heeft toen iets gezegd. Iets allerverschrikkelijkst. En hij zei aan me en ik ging naar boven. Een van de dingen die vaak gezegd worden, is dat de taal in ieder geval in mijn stukken, dat ja, niet makkelijk lopende zinnen zijn, maar vaak afgekorte, gekortwiekte zinnen, waarbij men minder uitspreekt dan man werkelijk voelt of denkt. En ik denk dat dat wel uiteindelijk heel Fries is. Dat wordt minder gezegd dan er uiteindelijk gevoeld wordt. En die spaarzaamheid van de woorden, en ik denk dat in ieder geval dat ik dat mee heb genomen. Weet je hoe het moet? Ja, nu weet ik het weer. Bewaar. Nu weer terug naar haar. Ja? Contactpersonen. Stuurbestand. Stuurbestand. Shanghai. Open. Aanklikken. Ja? Hebben we nog ambities om bij theaterontwerp te gaan? Nou, nee hoor. God, ja, ik vind het een leuke club. Heeft God humor? Ik heb op zich wel interesse in daar eens een keer iets te doen. Maar ik heb nu mijn eigen club natuurlijk, hè, The Glasshouse. En die is 4 jaar lang gesubsidieerd structureel. Oké, we waren gebleven bij Shanghai. Waar zit je dan? En ja, ik denk dat ik vooral tussen mij en The Glasshouse mee aan de slag moet gaan. En we gaan ook naar Zuid-Afrika en we gaan eigenlijk overal voorstellingen maken. Dus Friesland is eventjes niet aan de hand.